Ik ben Margriet Klop, ik ben 30 jaar. Ja, ik ben professioneel klassiek balletdanseres. Ik ben op mijn vierde begonnen en sindsdien eigenlijk het hele traject doorlopen en uiteindelijk gelukkig mijn beroep ervan kunnen maken. Het leuke aan ballet is en het feit dat dat een kunstvorm is en niet alleen een sport, is dat je dus elk moment eigenlijk weer anders kan beleven. Je hebt de muziek, je hebt de mensen, het publiek in de zaal, die voelt zich misschien op een bepaalde manier goed of slecht. Dus dat heeft allemaal invloed op het feit dat dus elke voorstelling uniek is en weer anders. En je dus ook altijd je best kan blijven doen om te verbeteren. Ja, als we voorstellingen hebben, beginnen we eigenlijk altijd wat later op de dag. Dus als we bijvoorbeeld repetities hebben, dan heb je eigenlijk een soort normaal werkrooster van 10 tot 6. Maar je kunt je voorstellen, op het moment dat je een voorstelling hebt, dat begin je ook wat later. Een voorstelling begint meestal rond een uurtje of 8. Het spannendste moment is eigenlijk, je hebt heel je voorbereiding gedaan. Dan zijn de zenuwen bij mij nooit nog heel erg aanwezig. Maar op het moment dat je in de coulissen staat, je hebt je kleding aan. Je hebt je haar, je make-up, je bent opgewarmd, het doek is dicht. En dan is het moment dat je het orkest hoort spelen. Doeken gaan open, je weet dat het publiek daar zit. En dan heb je gewoon echt dat onderbuikgevoel, die vlinders of die spanning. Dat op het moment dat je oploopt en dan de eerste paar tellen, daar ben ik eigenlijk altijd wel een beetje zenuwachtig. Maar gelukkig, dat ebt wel weer weg. En dan ben je helemaal in het moment. De wereld is heel groot. Je hebt heel veel bijzondere plekken. Ik denk dat Italië en Milaan ook echt wel heel toonaangevend zijn, ook vanuit de geschiedenis. Dus ja, als je daar een keer zou kunnen staan, dat zou echt wel een droom zijn die uitkomt.